Ja, want Erik, koploper, 4 wedstrijden, 12 punten. Verbaast het jou nog? Verbazen, dat zou betekenen dat ik denk dat de spelers dit niet zouden kunnen. Wel dat we, dat we zo stabiel zijn, dat is niet zozeer verbaasd, maar... Positief verrast. Ja, ik ben wel positief verrast dat we het ook echt volhouden, zeg maar. Ah, en niet onverdiend, ook vandaag weer. Ik heb toevallig de wedstrijd niet gezien, maar wel Radio Oost beluisterd. Nou, die zijn in principe niet voor jullie, maar die vonden het ook dik en dik verdiend. En die zeiden, het is eigenlijk nog te weinig, 2-0. Dankjewel, ja. Vond ik ook. We hadden in de eerste helft, tweede helft eerder de 3-0 moeten maken. Dan wordt het nog iets leuker, denk ik. Maar ik was wel heel blij hoe stabiel we zijn, ook in deze fase. En wat ze net ook al binnen terecht zeiden. Het zijn gewoon 10 spelers die ook vorig jaar starten. En voor de wedstrijd zei ik tegen de jongens. Jullie hadden niet gedacht een jaar geleden dat je vandaag om de koppositie van de derde divisie zouden spelen. Dus daar mogen ze echt trots op zijn. Ja, jullie scoren op het juiste moment. Eerste helft, een vroege goal en ook vlak naar rust. Gelijk die 2-0 eroverheen. Dat moet ook een lekker gevoel zijn geweest op de bank. Ja, zeker. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze elke vorm die we doen op trainen. En daar zijn ze ook van doordrenkt nu zelf. Is dat we meteen balverliezen er bovenop zitten. Het speelveld heel klein houden. En dat doen ze hartstikke goed. Dus het is het goede moment. Maar dat dwingen ze ook wel heel goed zelf af, hoor. Weet je nog wanneer je voor het laatst verloren hebt? Ja, bij Staphorst. Ja, maar dat is lang geleden. Ja, we hebben inmiddels 23 competitiewedstrijden gespeeld. En 21 overwinningen en 2 gelijke spelen. Dus hartstikke mooi. En wat ook natuurlijk hartstikke mooi is, dat we die wedstrijd tegen UNA gewonnen hebben. Dat was ik ook super blij mee. We zitten al in de eerste ronde, hè? Dus we zijn ook nog een keer vrijgeloot. Maar we moeten ook wel nuchter blijven, hoor. Het zit ook een beetje mee allemaal. En komen ongetwijfeld nog eens een keer dat we ook wat tegenslag krijgen. Maar dan leer je de juiste sportmensen kennen. Ja, want wat dat betreft rijst de vraag een beetje. Waar houdt dit op, dit succesverhaal? Als je 2 keer verliest, is het opgehouden, hoor. Maar ik vind wel inderdaad, we hadden vorig jaar de doelstelling om met z'n allen samen beter te worden. Ja, dat hebben deze jongens echt fantastisch gedaan. En nogmaals, 10 jongens waren er vorig jaar ook bij. De keeper niet, Gino. Die heeft heel goed gedaan. Net zoals Thijs Jansen het heel goed gedaan heeft. En Manuel. Maar deze jongens zijn een traject ingegaan. Zijn we met elkaar om beter te worden samen. En dat is tot nu toe is dat heerlijk om daar onderdeel van te zijn. Ik ben een weekje vrij en dan een ware topper tegen DVS. Ja, mooi, hè. Dat is ook wat. Ja, wij gaan daar niet anders in, net zoals niet in de derby tegen VVOG. Bij ons gaat het gewoon om, we zijn bezig met de uitvoering van het spel. Als we de bal hebben, ze de bal niet hebben, als we hem kwijtraken. Daar zijn we mee bezig. En we gaan proberen onverstoorbaar verder te gaan, maar vanavond genieten we er maar even van. Wie is de favoriet dan? Oh, ja, DVS is de ploeg die, ik denk ook wel in alles nog dat ze het meest ver zijn van alle ploegen. Dus ik zie DVS absoluut als favoriet, hoor. Maar ja, wij gaan daar gewoon toch proberen heel goed spel tegenover te stellen. Succes daarmee, echt gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel.